Nu de tijdbom BHV ontmijnd lijkt, is meteen ook alle aandacht van de politici voor het probleem verdwenen. Nochtans heeft met name de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV geen onbelangrijke gevolgen voor de organisatie van justitie in Brussel en Vlaams-Brabant. Bart Laremans, welkom bij Actua TV. Volgende week moet de Senaat in een van haar laatste zittingen van dit politiek jaar de splitsing van het gerechtelijk arrondissement van Brussel-Halleville voor de goedkeuren. Is al in de commissie goedgekeurd. Uw partij schreef daar moord en brand over. Wat is daar zo slecht aan, die splitsing? Wel, er is geen splitsing van het gerechtelijk arrondissement. Het gerechtelijk arrondissement blijft één en ondeelbaar. En de Franszaligen krijgen binnen dat arrondissement nog veel meer macht dan vandaag. Er is alleen een splitsing van de parketten. En die is goed, die verdedigen we op zich. Maar die wordt direct eigenlijk aangetast door 5 parketmagistraten vanuit Brussel, Franstalige parketmagistraten, bevoegd te maken in Halleville-Voorde om zaken waar anderstaligen in betrokken zijn, eigenlijk systematisch af te leiden richting Franstalige rechtbanken. Met als gevolg dat we voor die zaken, voor anderstalige delinquenten in de rand, een ander veiligheidsbeleid gaan krijgen. Die gaan anders beoordeeld worden en door de band ook milder beoordeeld worden. Want in onze indruk is het zo dat de Franstalige rechtbanken en zeker de Franstalige jeugdrechtbanken veel, veel lakser optreden tegenover criminelen dan de Nederlandstaligen. Ja, u gebruikt eigenlijk wel zware woorden. U zegt het is de meest grootschalige anti-Vlaamse zuiveringsoperatie in Brussel sinds de naoorlogse periode. Wel, dat is een van de meest ergerlijke zaken. Dus de rechtbanken worden wel verdeeld in Nederlandstaligen en Franstaligen binnen hetzelfde arrondissement. Die Franstaligen wordt ook volwaardig bevoegd voor Halleville-Voorde, wat ze vandaag niet zijn, de Franstalige Kamers. Dus dat is een zware vooruitgang voor de Franstaligen. Maar daarbovenop krijgen de Franstaligen ook nog eens veel meer personeelsleden dan waar ze vandaag recht op hebben en dan waar ze recht op hebben op basis van hun aandelen in de dossiers. Op dit moment is het aantal dossiers bij benadering rond de 33% Nederlandstalige zaken en 2/3 66% Franstalige zaken. En in de wet wordt ook voorzien dat 1/3 van de magistraten minstens Nederlandstalig moet zijn. Dus dat komt overeen, zowel bij de rechtbank van eerste aanleg, bij de arbeidsrechtbank, bij koophandel zijn er meer Vlaamse zaken en meer Vlaamse rechters. Dus daar stelt zich geen probleem en dat blijft toch zo. Maar bij eerste aanleg gaan we nu in plaats van een verhouding 33-66 naar 20 Nederlands en 80 Frans. En dat is een gewoon politiek compromis geweest, zonder dat onderhandelaars kennis hadden van de echte werkverhoudingen, waarbij dus een verhouding 20-80 die eigenlijk voor Brussel zou moeten gelden en die door de band altijd geldt voor Brussel, bijvoorbeeld in zaken onderwijs geldt 20-80 voor Brussel, ineens uitgesmeerd wordt over heel Brussel-Halleville-Voorde. En dat is bijzonder onrechtvaardig, want dit zorgt ervoor dat er 276 banen bijkomen aan Franstalige kant, 50 nieuwe Franstalige magistraten en 226 Franstalige personeelsleden. Dat is een heel leger. Daar kunt je een nieuwe rechtbank mee oprichten als je wilt. En aan de andere kant verdwijnen er aan de Vlaamse kant 198 Nederlandstalige griffie en parketbedienden. En ook nog eens 23 Nederlandstalige magistraten. Of die worden in uitdoving gezet, die worden niet meer vervangen, die gaan geleidelijk aan verdwijnen, naar andere rechtbanken gedraineerd worden enzovoort. Bijvoorbeeld in het parket, alleen al in het parket van Brussel 19, daar zal ook de 2080 op toegepast worden. Op zich, qua magistraten, kan ik daarmee leven. Maar dat zal wel een tweetalig parket zijn, dus moet je zorgen dat er ook voldoende Nederlandstaligen zijn. Op dit moment zijn er veel Nederlandstalige parketbedienden. Wel nu, 65 van die parketbedienden worden daar eigenlijk in uitdoving gezet, moeten verdwijnen, puur omdat ze Nederlandstalig zijn, omdat ze een Nederlandstalig diploma hebben. Dat is een zuiveringsoperatie, puur op basis van taal. En dat is tegen alle logica in, want beeld u eens in, op dit moment betogen de justitiehuizen bij Turtelboom omdat ze te weinig personeel hebben. Er wordt bezuinigd in de justitiehuizen wegens te weinig geld bij justitie. En toch is er geld om op een onredelijke manier en op basis van onredelijke taalverhoudingen, 2080, ineens 276 Franstaligen extra aan te werven. Dat is buiten elke ratio, dat is een verkwisting puur sau en vooral het is een totaal anti-Vlaamse maatregel, want er gaan veel te veel Vlamingen moeten afvloeien, louter omdat ze Nederlandstalig zijn, op basis van valse taalverhoudingen. Ja, maar er komt ook die fameuze werklastmeting, die moet eigenlijk in kaart brengen hoe die verhouding ligt tussen die 20 en die 80. Kan nog opgetrokken worden tot 27, als ik het goed begrepen heb. Ja, maar die werklastmeting, dat is geen enkele zekerheid. De Hoge Raad voor Justitie heeft zelfs al gewaarschuwd dat die werklastmeting er misschien niet komt, of zeker niet komt tegen 2014. 1 juni 2014 is daarvoor een zeer belangrijke datum. Als die er dan niet is, dan
Zou het wel eens kunnen dat er gewoon nooit nog een werklastmeting komt? In elk geval vallen we dan definitief terug volgens de wet zelf op 2080. Dus die 27% is een heel tijdelijke maatregel. Die geldt maar gedurende 1 jaar en verdwijnt definitief, zegt de wet zichzelf. De wet voorziet dat 2080 definitief wordt vanaf dat er geen werklastmeting zou zijn. En de kans is heel groot dat die werklastmeting nooit tijdig klaarkomt, want de Franstaligen hebben er baat bij dat er geen werklastmeting komt. Ze hebben die tot nu toe al jaren gesaboteerd. De Vlamingen zijn al sinds 2000 vragende partij, of al vroeger voor werklastmetingen, omdat er in verhouding te weinig Nederlandstalige magistraten zijn in heel het land. Maar de Franstaligen saboteren dat, want zij hebben baat bij de huidige situatie. En ook nu weer hebben ze alle baat bij het saboteren van die werklastmeting. Ja, het was Jean-Luc Dehaene die in zijn memoire schreef dat hij als burgemeester van Vilvoorde gemerkt had hoe belangrijk die splitsing was van dat gerechtelijk arrondissement. Hij schreef dat rechtelijk arrondissement is voor mij belangrijker dan het kiesarrondissement. Toch is er weinig om te doen om wat er nu gebeurt. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat het een zeer complexe problematiek is. Dat is iets waar heel veel details mee gemoeid zijn. Dit wetsvoorstel bijvoorbeeld ook bevat 72 artikelen van verschillende wetten die gewijzigd moeten worden. En zeer weinig mensen zijn daarmee bezig. De enigen die er echt mee bezig zijn, zijn magistraten zelf en advocaten. En veel van die mensen hebben eigenlijk baat bij het status quo, dat het allemaal zo rustig mogelijk blijft. Maar de politici zijn daar over het algemeen veel minder mee bezig geweest, want die zijn veel meer bezig met de kieswetgeving, omdat die hen aanbelangt. En er zijn maar enkele politici die die materie kennen. En daardoor hebben we dus vastgesteld dat degenen die daarover onderhandeld hebben, jonge politici, De Croo, Beke, Caroline Genet, Wouter van Bezien, die zijn met die materie totaal niet vertrouwd. En daardoor zijn zij op basis van, hebben zij onderhandeld op basis van verkeerde cijfers, die Onkelings en die het kabinet Justitie had bezorgd, maar die echt onvolledig waren. En hebben zij zich laten rollen door de Franstaligen. Niemand of bijna niemand kent dat dossier, beheerst dat dossier. Maar ook Mark van Peel heeft een aantal jaar geleden, in de jaren 90, nog geroepen, de splitsing van justitie is veel belangrijker dan die van Brussel-Halle-Vilvoorde. Nu maken we eigenlijk het tegenovergestelde mee, want justitie wordt nu meer dan ooit gebetoneerd op federaal niveau. Precies door de regelingen die nu voorliggen, wordt eigenlijk niet alleen Brussel-Halle-Vilvoorde als unitair arrondissement gebetoneerd in de grondwet, maar bovendien zal in heel Vlaanderen het mogelijk worden dat men via een formaliteit van taal verandert. Dus men woont in Knokken of in Gent, men kan een eenvoudig briefje aan de griffie zeggen, we willen ons dossier laten behandelen door een Franstalige rechtbank, naar keuze. Met als gevolg dat daardoor het recht unitair zal blijven. Want men zal natuurlijk dezelfde wetgeving willen hebben in Vlaanderen en Wallonië, dezelfde procedure. Dus blokkeert men heel justitie in feite op het federaal niveau. En eigenlijk is justitie een van de materies die zo snel mogelijk naar de gemeenschappen zou moeten gaan. Of naar de gewesten en dan Brussel federaal houden. Dat is voor ons ook een oplossing. Maar men maakt dit nu met de wetgeving die nu voorligt eigenlijk totaal onmogelijk. Brussel-Halle-Vilvoorde wordt eigenlijk vastgeketend, vastgelegd op federaal niveau. En Halle-Vilvoorde wordt vastgeklikt aan Brussel, waardoor wij in Vlaams-Brabant geen eigen justitie gaan krijgen. Dat is nu het merkwaardige. In het regeerakkoord is er gezegd dat we naar provinciale justitieeenheden gaan, naar provinciale arrondissementen, provinciale parketten. Dat is goed, want dan krijgen we specialisatie en krijgen we modernisering van die parketten en die rechtbanken. Behalve in Vlaams-Brabant. In Vlaams-Brabant blijven we in Leuven zitten met een veel te kleine rechtbank en een veel te klein parket. En in Halle-Vilvoorde zitten wij volledig eigenlijk vastgeklonken aan Brussel en krijgt de Franstalige rechtbank veel meer invloed op Halle-Vilvoorde en op de vrederechters ook dan vandaag. En dus die weg naar een Vlaamse justitie in Vlaams-Brabant wordt eigenlijk definitief onmogelijk gemaakt. Die wordt gedwarsboomd. Dus wij gaan overal provinciale eenheden hebben, behalve in Vlaams-Brabant. En ook dit bemoeilijkt of verhindert dat wij ooit een autonome Vlaamse justitie zouden krijgen. Dat is zeer geraffineerd van de Franstaligen. Zij blokkeren eigenlijk deze heel belangrijke bevoegdheid op het Belgische niveau. Ja, dat is misschien een beetje het cynisch lot van de geschiedenis. Het was een van de oudste eisen van de Vlaamse beweging om te kunnen rechtspraak krijgen in je eigen taal. De Franstaligen kunnen ook zeggen van, we willen ook rechtspraak in onze eigen taal als wij in Brussel-Halle-Vilvoorde wonen. Wel ja, maar in Brussel is dat logisch, maar Halle-Vilvoorde is een eentalig Nederlandstalig gebied. En je zit vandaag niet meer in een situatie van Nederlands en Franstaligen. Je zit hier ook met Spanjaarden, met Duitsstaligen, met Marokkanen, met Afrikanen, met Amerikanen, Australiërs enzovoort. Waarom moeten die allemaal in hun taal gaan bediend worden? Nee, die moeten met behulp van tolken eigenlijk, zowel criminelen als mensen die een burgerrechtelijke procedure willen voeren, die moeten met behulp van tolken kunnen werken. Waarom moet een Fransman hier bevoorrecht worden ten opzichte van een Italiaan of een
Die mensen moeten zelf de rechten hebben, namelijk de rechten die het taalgebied hen geeft. In Brussel is dat een tweetalige rechtspraak, in Halle-Vilvoorde is dat een eentalige. Dat is de taalwetgeving altijd geweest, die ligt al decennia vast en nu wordt die eigenlijk doorbroken. Nu wordt op een zeer geraffineerde manier, eigenlijk op een achterwakse, tersluikse manier, wordt de macht van de Franstalige rechtbanken uitgebreid over Halle-Vilvoorde. Eén concreet voorbeeld. Vandaag kan als inwoner van Dilbeek niet rechtstreeks naar de Franstalige kamers van de tweetalige rechtbank stappen, maar moet passeren via een Nederlandstalige kamer en die zal dan beslissen of er taalwijziging komt of niet. In de toekomst kan men als inwoner van Dilbeek en Assen bijvoorbeeld samen naar de rechter stappen, onmiddellijk naar de Franstalige rechtbank. Zelfs als men Nederlandstalig is. En dat is eigenlijk het absurde van de zaak. Twee Vlamingen kunnen naar de Franstalige rechtbank gaan, omdat ze zeggen, kijk, het gaat sneller aan de Franstalige kant, want daar zijn meer rechters, daar is veel minder achterstand. Dus door veel meer rechters te geven aan die Franstalige rechtbank dan nodig, en veel te weinig rechters te geven aan de Vlaamse rechtbank, gaan die Franstalige rechtbanken veel concurrentiëler worden en zelfs in Halle-Vilvoorde de Vlaamse rechtbanken achteruit duwen. Dat is het perfide van heel de zaak. De Franstalige rechtbank wordt ten onrechte veel, veel sterker dan de Nederlandstalige. Ja, de zaak wordt volgende week in plenaire gebracht, wellicht goedgekeurd. Betekent dat het einde van het verhaal? Wel, wij gaan natuurlijk alles doen om ook in plenaire de andere parlementsleden nog te overtuigen om dit niet goed te keuren. Maar we weten ook, het is in de Kamer zonder enige stem goedgekeurd, dus dat zal wellicht, het is in de commissie, in de Senaat ook zo gebeurd, dus dat zal wellicht in de Senaat ook door alle partijen van de meerderheid en de Groenen goedgekeurd worden. Maar toch blijft daar nog voor ons die, hopelijk die redplank van het Grondwettelijk Hof. Dat moet oordelen of de gelijkheidsbeginselen niet geschonden zijn. En hier zijn wel een aantal zaken ingesluist in feite die tegen het gelijkheidsbeginsel ingaan. Bijvoorbeeld de 80-20 is nergens op gebaseerd. De Raad van State heeft gewaarschuwd en gezegd dat moet gemotiveerd worden of u riskeert verantwoordelijk te worden gesteld voor de achterstand aan de Vlaamse kant. Dus dat was een echte waarschuwing aan de parlementsleden. Men heeft daar geen rekening mee willen houden. Maar het is zelden dat de Raad van State zo'n straffe taal gebruikt. Wel, dat is een argument om zeker naar het Grondwettelijk Hof te stappen, want hier worden Nederlandstaligen en Franstaligen anders behandeld. En dat is dus een schending van het gelijkheidsbeginsel. Dat is één. Twee, wat ook heel, heel merkwaardig is, een zeer gevaarlijk precedent, is dat in Brussel de procureur en de arbeidsauditeur altijd Franstalig zullen zijn. Ze krijgen een adjunct en die zal altijd Nederlandstalig zijn. Maar dat is uniek, dat is nog nooit gebeurd, zoiets. Want dat betekent dat de suprematie van de Franstaligen in Brussel bevestigd wordt en in de wet verankerd wordt. Franstaligen krijgen daardoor altijd een belangrijkere functie dan Nederlandstaligen. En zeker een veiligheidsfunctie als een procureur. Dat kan niet dat dat altijd in handen is van een Franstalige. Vandaag is dat wisselend. Als er nu een Vlaming is, op dit moment is dat procureur Bulté, dan is de volgende een Franstalige en dan weer een Nederlandstalige enzovoort. Nu wordt daarmee komaf gemaakt en wordt Brussel eigenlijk in belangrijke mate dominant Franstalig. En vermissen Vlamingen daardoor eigenlijk kansen missen en niet kunnen uitgroeien naar het hoogste ambt, is daar een ongelijkheid, is daar de grondwettelijke gelijkheid geschonden. En wij zijn er zeker van dat het Grondwettelijk Hof dit zal vernietigen. En daarom gaan we in elk geval, onder meer op basis daarvan, naar het Grondwettelijk Hof stappen. Ja, BHV was een symbooldossier waar veel politici zich graag op profileerden. Ja, nu het is aangepakt, is er veel minder rond te doen. Wel, wij betreuren dat ten zeerste. Het is eigenlijk zeer verregaand wat hier gebeurt. Op alle vlakken gaan de Franstaligen er vooruit. Dit is een triomftocht van Franstalige overwinningen. Zeker wat het gerechtelijk betreft, ook wat het kiesarrondissement betreft. Ook dat is zeer onrechtvaardig, want we stoten Brussel af. Alle 15 Kamerleden in Brussel zullen Franstalig zijn. Brussel wordt een politiek een Franstalige stad. Maar daar zijn een aantal zaken in zaken de kieskring die dan in het voordeel van de Vlamingen zijn ook. Veel te weinig. Maar hier is alle evenwicht zoek. Dit is helemaal op alle vlakken in het voordeel van de Franstaligen. En geen enkele Vlaamse krant bijvoorbeeld besteedt daar ernstige aandacht aan. Men zwijgt dit dood. En we begrijpen dit niet. We vinden dat ook zeer schrijnend. Ik heb dat ook al tegenover journalisten van kranten gezegd en aangeklaagd. Maar men zegt dan, ja, maar het is voorbij. Het is niet interessant om daar nog aandacht aan te besteden. Dat brengt ook niks op. Dat is een gepasseerd verhaal. En we begrijpen dit niet, omdat het zo onrechtvaardig is. Wat hier gebeurt is echt het buitenkuisen van de Nederlandstaligen uit Brussel, het verdwijnen van de tweetaligheid in Brussel. Dat is zo schrijnend dat eigenlijk de kranten daar aandacht aan zouden moeten besteden. De Franstalige kranten besteden heel veel aandacht eraan. We moeten nu meemaken dat de Franstalige kranten
aandacht besteden aan het protest van ons, van de oppositie in het parlement, maar de Vlamingen, de Vlaamse kranten zwijgen het dood. Alleen de audiovisuele middelen zijn er, of media zijn er. Ring TV bijvoorbeeld heeft er gisteren en eergisteren aandacht aan besteed. Nu Actua TV, maar daar blijft het bij. Dus de kranten die plegen op dit moment schuldig verzuim, die zwijgen de kritiek op die roepen op heel wat zaken, maar zeker in zaken het communautaire, zeker in zaken staatshervorming en zeker in zaken Brussel Halfwil voor de dood. Ik vind dat bijzonder ernstig en zeer problematisch. En het is vooral laf van de journalisten. Ik begrijp het niet dat zij niet durven de nek uitsteken en waar er onrecht wordt vastgelegd in de wet, dat ze dat niet durven aanklagen of minstens dat ze de oppositie niet aan het woord laten. De oppositie krijgt gewoon geen aandacht in die thema's en dit vind ik bijzonder ondemocratisch. De democratie faalt hier echt door de schuld van de media. Goed, we zullen zien hoe het verder loopt. We kijken alvast uit naar de plenaire zitting volgende week. Bedankt voor uw analyse, Bart Laremans. Dank u wel.